En vandaag hebben we voor jullie de vierde crossles. En het is vandaag een keertje niet op het, op de Vijfsprong, maar op het KNS Centrum. En ik ben heel erg benieuwd wat we allemaal gaan doen. Want ik heb hier wel, ik heb hier nu twee keer denk ik mee mogen crossen. Of één keer. En ja, we gaan nu ook een stapje verder. Dus een stukje naar achter waar ik nog nooit geweest ben. Dus ik ben eigenlijk best wel heel erg benieuwd. Dus we gaan kijken wat het gaat worden. En ik ben nu met Mo daar naartoe aan het stappen. En ik ga ze meteen eventjes losrijden. Tomorrow brings, I'm never gonna kiss and tell. I just wanna have fun. Show me what you got, cause the floor is getting hot. I wanna see the way you move. It's time to get it on, gonna party all night long. This is what we do. Als we alle twee keer geweest zijn, blijven we even stappen. Nou iets mee. Heel goed. Zo, dan vangen we terug zitten. Ah, dat geeft niet. Dat is wel goed, hoor. Nee. Even stappen. Rustig. Probeer nou ietsje ietsje meer toe te draven. Iets ruimere pas maken. Zo, dat is goed. Goed zitten, goed zo. En we iets opvangen. Van je handen wel benen bij jou. Heel goed, dat is goed. Zo, rustig maar. Oh ja, goed zo. En als je echt rechtboven bent, dan pas indraaien. Dan moet je niet overwegen al naar rechts te vallen. Dan recht. Goed zo. Ja. Goed. 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 Goed zo. Hou dit even zo vaak. Dit is goed. Oh, nou weer ietsje opvangen, want dan zou hij wel weer uitgaan. Zo, rust zitten, opvangen. Rust zitten. Oh, nee, niet zo. Goed gedaan. Nou rijden we wel. Die staat op de foto. Ja. Gaan we daarheen. Goed zo. Goed,
rij maar door, kom maar, rij maar mee. Zo, ja. Nou, rustig opvangen, rustig kramen. Oh. Kijken waar je heen gaat. En maak jezelf een lang, hè? Kijk hem op. Zo, ja. Goed zo, en dan weer maar weer door. Goed hoor. Oh, dan zit je op kruis, niet veel storen. Voeling was heel goed hoor. En dan dacht hij hier van hé, hey, we gaan. En dan ontspan je wel mooie hand. Maar je moet hem wel ietsje bijhouden. Dat je moet druk houden. Goed. Daar zijn mijn rest op. Ja. Even wachten, Sophie. Oh, blijf wachten, wachten. Kom een keer opnieuw, Sophie. Oké, je mag ietsje meer galopperen en ontspannen en dan terug, dan vang je hem ietsje op. Zo, dit is goed. Blijf maar zo door galopperen. Zit hij wel over het kruis, maar dan corrigeert hij mezelf wel. Goed zo. Blijf maar door. Zo. Rustig opvangen, kijken waar je heen gaat. Benen erbij. Zo, en dan gooi je niet sterk in je hand, maar je houdt er wel tussen. Zo, gewoon daar zo rustig blijven wachten. Hand maar, afwegen. Niet te vooruit springen, hè. Zeker als je harder gaat, dan blijf je niet meer terug zitten, hè. Oh ja, dat is goed. Zie je, nou mag je hem klein houden, des te niet. Blijf maar gewoon wachten. Blijf wachten, blijf wachten, blijf wachten, blijf wachten, blijf wachten. Oh ja, super. Maar dan corrigeert hij wel vanzelf, zie je? Zo, en nou maak je weer mooi klein. Maak me klein. Terug zitten, hand klein, hand klein, hand klein, hand klein. Super, super. Ik heb nu net een crossles gehad en ik vond het weer super leuk. Het is hier echt, ik was hier achter nog nooit geweest. Ik wist niet eens dat dit er was. En ik vond het echt super leuk om te rijden. Mo was vandaag wel heel erg lekker bezig in de galop. Hij zat steeds in de verkeerde landen, gekruist landen en gewoon gekruist door galopperen. En hij had één hindernis. Als we dan van die brug afkwamen, dan die eerste hindernis daarna, ging hij echt keihard op af. En die heeft hij ook één keer geweigerd. Maar dan ging hij gewoon echt de tweede keer ook heel hard op af. Ik weet niet wat hij met die hindernis had. Maar goed, dat zal wel. Ik vond het verder wel weer heel erg leuk. En dit was dus de vierde les. Dus ik heb nu nog één les te gaan. En de oefencrosswedstrijd. Ik ben heel erg benieuwd. En ik heb gehoord dat we de volgende les een beetje het parcours langs gaan. Maar ik weet niet of dat echt waar is. Want dat heb ik gewoon geruchten gehoord. Dus dat zal ik wel zien. En dat is nu weer over 2 weken die les. Dus ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. En dat is dan ook weer bij de vijfsprong. En daar is ook de oefencrosswedstrijd. Dus het was maar één keertje hier.
Maar ik vind dus crossen wel heel erg leuk. Ik ben blij dat Magieter in ieder geval in zijn parcours niet zo met het overgekruist en expres verkeerd landen doet. Want ik geef hem echt zo goed mogelijk de hulp. Maar hij vindt het gewoon leuk om te kliederen hier. Dus ja, en hij ging ook een beetje kort galopperen. Steeds een beetje opgekropt. Vooral in het begin heel erg. Aan het einde ging het wel. Maar ja, ik vond het in ieder geval heel erg leuk. En ik hoop dat jullie deze video ook leuk vonden. En wil jij nou de vorige cross zien? Check dan even deze video. Of wil je nog meer video's zien? Check dan even deze afspeellijst. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!